Maatschappij Leer 1, hoofdstuk 4, discriminatie. Paragraaf 2, zetten de mannen de vrouwen buitenspel? Het gaat in deze paragraaf om de vraag, welke opvattingen hebben mensen over de lagere maatschappelijke positie van vrouwen? Vrouwen zetten zichzelf buitenspel. We zien vaak dat vrouwen achtergesteld worden door mannen. Was vroeger veel zo. Toen kwamen de feministen. Zij streden voor emancipatie. Wettelijk gezien hebben mannen en vrouwen nu dezelfde kansen. Die gelijke kansen, dat is natuurlijk prima. Maar dan moet je ze ook pakken. Vrouwen moeten leren nog beter te onderhandelen. Ze moeten wat harder zijn en wat zakengericht. Ze moeten zich carrièregericht opstellen. De meeste vrouwen moeten hun studiekeuze ook nog eens een keertje goed over nadenken. Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen vaak een studie kiezen omdat ze die leuk vinden en niet per se kijken of er een goed betaalde baan aan overgehouden kan worden. Parttime werken. Veel vrouwen, als ze eenmaal werken, kiezen er uiteindelijk voor om parttime te gaan werken omdat ze werk en kind willen gaan combineren. Vrouwen zijn eerder arbeidsongeschikt dan mannen. En veel vrouwen hebben minder ambitie. Ze hebben dus minder de drang om hoger op te komen in het bedrijf. Girlpower is geen vooruitgang. De hersenen van mannen en vrouwen zijn verschillend. Vrouwen doen bijvoorbeeld veel meer met hun gevoel. Maar omdat ze veel met hun gevoel doen, hebben ze vaak ook meer moeite met de dubbele taak. Ze voelen zich soms verscheurd tussen aandacht geven aan hun kind en hun werk. Hersenen van mannen werken anders en ze hebben daar minder moeite mee. De 24-uurseconomie. Als je kijkt naar wat voor rol een 24-uurseconomie speelt voor vrouwen en aan het werk gaan, veel vrouwen moeten als ze gaan werken hun kind naar de kinderdagverblijf brengen. Volgens sommigen is dat slecht voor de kinderen en krijgen de kinderen weinig binding of vertrouwen met personen die ze vaak zien, zoals bijvoorbeeld hun ouders. Volgens sommigen moeten ook vrouwen stoppen met het willen overnemen van mannengedrag. Je zou dus kunnen zeggen dat er een groep is die zegt dat girlpower helemaal niet altijd een vooruitgang is. Mannen zetten vrouwen buitenspel. Als we kijken naar het percentage vrouwen in topfuncties, dan zie je dat 90% van alle topfuncties door een man vervuld wordt. Vrouwen zijn dus zwaar ondervertegenwoordigd in topfuncties. Onze regering zou bijvoorbeeld graag zien dat 40% van alle topfuncties vervuld wordt door een vrouw. Veel vrouwen ervaren een glazen plafond. Ze kunnen dus wel zien dat er hogere functies zijn, maar doordat er een glazen plafond zeg maar tussen zit, kunnen ze die hogere functies niet bereiken. Klopt het stereotype ook? Een bekend stereotype is dat vrouwen geen leiding kunnen geven. Als we echter naar de feiten kijken, dan kunnen we de vraag stellen, klopt het? Bedrijven waar vrouwen leiding geven, halen vaak meer winst en meer omzet. En daarnaast hebben ze vaak een beter gevoel voor het bedrijf.